Voetbalclub Antwerp zal opnieuw een transferverbod krijgen en dat toont meteen de bijzonder moeilijk financiële situatie van de club aan. Zo heeft nog niet één speler zijn loon van november ontvangen. De club is op zoek naar geld, maar heeft dat voorlopig nog niet gevonden. Blijft de situatie zo, dan dreigt Antwerp geen licentie te krijgen voor volgend seizoen. Vanavond maakt de licentiecommissie zijn besluit bekend. Wat zal het verdict zijn voor Antwerp? Het verdict zal een transferverbod zijn. Dat transferverbod op zich is geen grote ramp. Antwerp heeft toch geen geld om spelers aan te kopen. Maar dit verbod is vooral ook een duidelijk signaal dat de club haar betalingen niet meer rondkrijgt. De klassieke schuldeisers, wat men noemt de institutionele schuldeisers, een aantal lonen die nog moeten betaald worden. En dan zijn er de usual suspects zoals RSZ, bedrijfsvoorheffing, BTW enzovoort. Ja, de spelers hun lonen, maar ook die van het personeel? Ja, maar vooral de speelzaak. Er is een achterstand bij de betaling van de speelsloon, dat is de waarheid, ja. Hoe groot is die achterstand? Ja, ik ga niet in detail treden, maar dus laten we zeggen dat, om een voorbeeld te geven, de lonen voor de maand november van de spelers zijn nog niet betaald. Ook de lonen van oktober zijn nog niet volledig in orde. En bij het personeel stappen ze één voor één op, omdat ze niet betaald worden. De financiële malaise heeft haar oorzaak in de schulden van het verleden, maar ook in het heden. Een van de grote redenen waarom wij nu qua cashflow zwak zitten, is toch de zeer zwakke resultaten van ons eerste elftal. In februari moet Antwerp zijn licentie opnieuw aanvragen. Is de situatie dan zoals die nu is, dan mag Rood-Wit de licentie vergeten. Dit is een zeer slecht signaal, maar bon, het is wat het is. Ja, veel supporters vrezen al een doemscenario. Ja, oké, dat is vroeger ook al geweest. Ik kan alleen bevestigen. Ik moet alleen bevestigen dat er achter de schermen door de mensen die de verantwoordelijkheid dragen voor de club op dit ogenblik dat daar naastig naar een oplossing wordt gezocht en dat daaraan wordt gewerkt. Maar die moet er dringend komen? Ja, uiteraard moet die er dringend komen. Ja, wordt het moeilijk om het einde van het seizoen te halen? Dat denk ik niet. Dat is het volgende probleem. Laat ons eerst het eerste probleem dat zich nu vandaag stelt oplossen. Maar de problemen zijn diep, dat is duidelijk. De problemen zijn ernstig, dat zullen wij niet verhelen. De problemen zijn wat ze zijn. En ik herhaal, we moeten de strijd die we al zoveel jaar leveren verder zetten. Ik zal dat doen en iedereen moet dat doen.